De Merwede-Lingelijn is eigenlijk dé vervoersader in dit gebied. Een treinverbinding van Dordrecht naar Gorinchem naar Geldermalsen. We hebben het vandaag over de verstedelijkingsagenda hier in het gebied en ook de impact daarvan op de Merwede-Lingelijn. Wat is die Merwede-Lingelijn nu, maar vooral ook wat zijn al de grote opgaves die hier spelen en waar werken we naartoe met elkaar? Vandaag is een soort tussenstand waar we mee bezig zijn met het nadenken over de betekenis van die Merwede-Lingelijn nu en vooral ook in de toekomst. Het is een gebied wat heel mooi is, met veel mooie bestemmingen, maar het is ook een gebied waar een grote opgave ligt met nieuwe bewoners, nieuwe werkgelegenheid. En de Merwede-Lingelijn heeft een heel mooie kans eigenlijk om daar vooral een verbindende rol in te spelen. We hebben de afgelopen tijd gekeken naar wat doet die Merwede-Lingelijn eigenlijk in onze omgeving. Tussen Dordrecht en Gorinchem, veel reizigers. In Dordrecht gaat het bijvoorbeeld om het Leerpark. Sommige mensen reizen ook door naar Rotterdam of Breda of gaan naar het centrum van Dordrecht. Nou, en we merken dat de capaciteit van de trein, van de hele verbinding eigenlijk aan zijn tak zit. Dus op termijn wil je veel meer huizen bouwen in onze regio. En dat kan alleen als je ook voldoende mogelijkheden hebt voor onder andere OV-ontwikkeling. Wij zijn een moeilijk bereikbare gemeente soms, zeker voor het OV. Maar een van de dingen waar we goed mee verbonden zijn is die Merwede-Lingelijn. En langs die Merwede-Lingelijn willen we meer ontwikkelen. Aan de noordkant de beroepcampus, veel meer scholen. Daar willen we ook een halt toevoegen. En hier op Gorinchem West, bij de Schluizenstraat, willen we woningen toevoegen, bedrijven houden. En daar ook een nieuwe OV-hub die Merwede-Lingelijn met de Breda-Gorinchem-Utrechtlijn aan elkaar verbindt. Er wordt vandaag een visiestuk aangeboden over wat betekent die Merwede-Lingelijn nou in onze omgeving? Wat voor kansen liggen er? En ook wat is er dan nodig om die kansen te verzilveren? Om nog meer uit die Merwede-Lingelijn te halen? Ja, eigenlijk hebben we in Sliedrecht drie grote opgaves. Dat is de woningbouw, dat is de bereikbaarheid van ons dorp en natuurlijk ook de energietransitie. Nou, als we dat slim met elkaar kunnen combineren, dan krijgen we met bouwen aan het spoor gelijk ook duurzame mobiliteit. Dan hoef je daar geen auto's voor te laten rijden. Dan gaan de mensen fijn met de trein naar hun werk. Het is belangrijk omdat we herbevestigen wat we ooit hebben afgesproken. De onderlegger voor de Merwede-Lingelijn was feitelijk al bouwen rond de haltes. Eigenlijk deze studie bevestigt dat het nodig is. En de woningbouwopgave herbevestigt dat ook nog een keer en maakt de nood des te prangender dat het ook moet gaan gebeuren. Dus dit is een uiterst belangrijke ontwikkeling die we graag onderschrijven.